Ja, Siri, je krijgt je eten. Even geduld. Ja, Siri, kan je nu niet even wachten? Dat pak is loodzwaar, hoor. Hier, voor de onrustigste van het pakket die niet eens zijn geduld houdt. Nou, ik moet zeggen, die pakken giers, die worden maar op de dag zwaarder en zwaarder. Vind ik niet. Tenminste, als ik nog genoeg geld heb om nieuwe te kopen. Wat weet jij er allemaal van? Namelijk, ik moet toch ook al dat giers betalen? Oh, de telefoon! Ja, met Ricardo Cartoon hier. Ah, Floris! Dat is al een tijd geleden. Oh, u heeft iets belangrijks te vertellen. Dat is interessant. Ja, we zullen daar zijn. We spreken elkaar af bij de bushalte. Ja, tot straks, Floris. Siri, we moeten zo dadelijk naar het busstation. Floris heeft gebeld. Ja, Siri, dat heeft hij niet gezegd. Maar als het een verrassing is, dan komen we dadelijk wel te weten. Ja, Siri, dat is wel een beetje overdreven, zie ik. We staan hier al een kwartier hier en Floris is er nog niet. En heeft gezegd dat we afgesproken hebben voor de bushalte. Maar ja, we zullen nog eventjes wachten, Siri. En als hij dan niet komt, dan gaan we wel weer weg. Ah, daar is Floris. Zeg, waar bleef jij zo lang? Ik moest nog even naar de wc. Dat mag toch toevallig toch nog wel? Jazeker, Floris, maar had dat niet even wat korter geduurd? Want je was er wel heel lang op, vind ik. Ja, sorry. Ik moet op dieet. En namelijk moet ik ook zo lang op de wc. Maar ja, het houdt gewoon niet op. Zeg, Floris. Och ja, maar weet je wat, Floris? Dat is allemaal niet belangrijk. Maar wat wel belangrijk is, wat was het speciale nieuws wat jij mij net aan de telefoon hebt verteld? Nou, weet je, Ricardo, ik heb zojuist een folder van de toverschool. En ik wilde je daarvoor extra verrassen om jou mee te nemen om naar de toverschool te gaan. Naar de toverschool? Wauw, zeg, Siri, hoor je dat? We gaan toveren, als een echte tovenaar. Hoe bedoel je, magie bestaat niet? Magie bestaat wel. Tenminste, als je erin gelooft, Siri. Volgens mij probeert je vogel ons wijs te maken. Ach, Floris, Siri is niet zoals ons. Namelijk, als hij iets denkt wat niet waar is, dan denkt hij wel verkeerd. Dag, Floris. Hey, Floris, die buschauffeur kent jouw naam. Ja, maar ik ken hem ook. Dit is mijn buschauffeur en ik rijd bijna elke dag met hem. Hij is mijn contactpersoon, zou ik zeggen. Jouw contactpersoon? En wie is dat dan? Nou, dit is Wim. Wim, de buschauffeur. Zeg, Floris, zou je misschien even willen instappen? Want ik heb helaas geen tijd meer. Floris, laten we maar doen zoals hij ons gevraagd heeft. Want anders zitten we echt in de pinari. Onze twee beste helden worden nu vervoerd met de bus. Dit is de eerste keer dat ze toverles krijgen. Zo, dat was Wim de buschauffeur. Nou, wat een oude zak. Niet aanstellen, Floris. Wim is een hele aardige man. Ik denk namelijk dat hij ons wel eens bijna heel vaak kan ophalen. Die contactpersoon van je. Ja, sorry, maar het is niet echt mijn contactpersoon. Het is eigenlijk mijn ernstige contactpersoon. Je ernstige contactpersoon. En waarom? Nou, hij is altijd kwaad, omdat ik altijd zo laat de bus moet halen. En dat ik altijd laat klaar ben. Ach, trek het je niet aan, Floris. Weet je wat, denk er maar niet meer over die dingen, over Wim. Nou, wij gaan nu lekker goochelen. Of zoals ze zeggen,
Simsalabim! Huh? Thijs? Doe jij ook mee aan de toverschool? Ja, natuurlijk. Ik hou ook wel een beetje van een beetje toveren. Ja, dat is vreemd. Normaal doe je daar niet zo graag aan. Nee, maar ik heb me gewoon opgegeven. Zoals gewoon. Oh, en wie is die meid daar? Zeker een cowboymeisje uit Texas? Nee, ik kom uit Kansas. Oh ja, dat is waar ook. Uit Kansas. Uit welke plaats? Kettelkorn. Stilten allemaal. Hoe? Zie je dat, Siri? Dat is de tovenaar. Heel goed. Maar om goed te kunnen toveren, moeten jullie eerst de letters van het alfabet volgen. We beginnen eerst met de letter A. Zeg maar allemaal na. Abracadabra. Abracadabra. Heel goed, jongens. En dan nu de volgende letter van de alfabet. B. Bla, 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 bla. Is dat een ander woord voor sla? Stilte, Thijs! Hey, Thijs, die tovenaar kent jouw naam. De tovenaar weet en ziet alles. Ricardo Cartoon en Floris staan vooraan. Oh, jongen, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En dan nu de letter C. Kring, solo. Kring, solo, sling. Heel goed, dat waren alle letters van het alfabet. En nu is het dus het moment dat we nu echt gaan toveren. Wat zal ik voor jullie toveren? Ik tover eens een hele mooie trommel. Ah, een trommel, dat is geen probleem. Trommel om. Hier staat een trommel. Nou eens, Ricardo, dat staat echt een trommel achter het doek. Ja, Floris, je hebt gelijk. Die toverspreuk werkte toch? Ja, zo zie je het. Oefening maakt kunst. Oké, jongens. Wie van deze leerlingen zou graag ook willen toveren? Celine Pickett. En wat zou jij dan willen toveren? Kietje, ik denk nog altijd aan thuis. En ik wilde altijd graag een lekker stukje mais hebben. Mais? Nou, hier is het toverstok. En hou de toverspreuk goed uit. Als ik thuis ben, denk ik aan Thijs. Het is ook heel fraais. Er ligt daar een stukje mais. Oh, Salina Pickett, je bent helemaal onder de indruk. En als blijkbaar verdank mag jij deze mais houden. En je mag hem ook helemaal zelf opnemen. Zo, en wie is nu de volgende wie gaat toveren? Dat zal ik zijn, meneer de grote tovenaar. En aan wat had u gedacht? Ik wilde altijd wel eens een nieuwe horloge willen toveren. Een horloge? Nou, dat kan iedereen. Ring, dat is wat een horloge. Weet je, een kussen zou wel heel fijn zijn. Nou ja, dan doe maar een kussen. Goed dan, hier is je toverstok. En begin maar te toveren. Als ik heel erg moe wil, dan zit ik op mijn rust. Maar is het niet, dan is er nergens een kus. Want hier staat een mooie kussen. Ongelooflijk, Ricardo. Er staat echt een hele mooie kussen. Ik wil en dan nu allemaal een naverend applaus voor onze Ricardo Cartoon. Z-
zeg ik, ouder, waarom denk je nou zo simp? Ja, Floris. Ik ben wel blij om goed te kunnen toveren, maar ik begrijp één ding niet. Die tovenaar bepaalt zelf gewoon wat ik moet toveren. Nou, dat klinkt misschien wel een beetje raar. Ja, Siri, je hebt waarschijnlijk wel gelijk. Er zou misschien iemand zijn die ons doen geloven dat magie echt bestaat. Maar eigenlijk is dat niet zo. Siri, jij moet zien uit te zoeken wat hier aan de hand is. Ga jij meteen naast de deur staan en dan zorg je ervoor dat niemand je gaat zien. Dus kijk in het kantoor van de goochelaar. Misschien vind je daar nog wel wat informatie, Siri. Zeg, dat schudde ik overstunt een horloge daar. Ja, zeg, Abby. Ik mocht toch zelf Ricardo de indruk geven dat hij zelf mocht goochelen. De volgende keer beslis ik wat er allemaal gebeurt. Want ik bepaal wat de volgende act gebeurt. Ja, dat is goed, Abby. Maar hoe dan ook, op de laatste act zal Ricardo zijn einde van zijn leven verrassen. Hoe dan ook, Abby. Zet onmiddellijk die kist klaar. Zodat we kunnen beginnen met de volgende toverspreuk. En, had je daar iets binnen gezien? Wat zegt Siri allemaal, Ricardo? Siri vertelt dat meester Willem die tovenaar is. En Hammy heeft een idee bedacht om mij weg te toveren. Oh ja? Oké, dit wordt ons plan. We zorgen ervoor dat meester Willem zelf in die kist valt. En dat hij zelf zich verdwijnt. Ja, maar hoe gaan we dat dan doen? Nou Thijs, dat zal ik je ondertussen vertellen. Ricardo vertelde alles over zijn plan. Ondertussen heeft de tovenaar, die eigenlijk geen tovenaar is, de kist klaargezet voor de volgende act. Zo, zo, en welkom bij de volgende les. Het wordt nu tijd dat iemand in deze kist zal verdwijnen. Wie van jullie zal nu de volgende act voltooien? Dat zal ik doen, meneer de tovenaar. Ik heb dan wel één klein vraagje, meneer de tovenaar. En wat is dat dan? Ik wil alleen even weten hoe diep deze kist is. Nou, ik zal eventjes naar beneden kijken. Nou, volgens mij is deze kist niet zo diep zoals ik had verwacht, hè? Mister Willem! Spingele spangele spong, spingele spangele spek. Deze kist gaat nu weg. Hadden jullie dat gezien? Ik kan echt toveren. Dat is ongelofelijk, Ricardo. Je bent nu de grootste tovenaar ter wereld geworden. Jazeker. En van meester Willem, daar hebben we ook geen last meer van, hoor. En dat is allemaal dankzij jou, Siri. Ik hoop dat de contactpersoon nog komt. Ik hoop maar dat het niet Wim is, hè. Want die heb ik al genoeg in de bus gehad. Wie weet, misschien is Wim al met pensioen. En dan komt er ondertussen wel weer een andere.